de Amateurvoetbalpodcast. Aflevering 18 alweer van het amateurpotje. Alles over het wel en wee van het Overijsselse voetbal. Met vandaag Gerard Bos, Paul Krabbe, Rick Ardesch en Jos van der Veen. De trainer van Excelsior 31. Hij kan deze week twee prijzen pakken. Met Excelsior kan hij kampioen worden. En hij kan trainer van Oost-Nederland worden. De beste amateurtrainer van Oost-Nederland. Maar we gaan eerst even een rondje langs de velden. Te beginnen bij Paul. Wat is je opgevallen de afgelopen week? Het bericht over Peter Bokma, dat hij bij Reutem niet op de bank zat. En dat hij dan vervolgens weer gebeld wordt. Of hij toch graag het seizoen wil afmaken. En dat gaat hij ook doen. Want Peter heeft iets met de club. Hij heeft daar 5 seizoenen gewerkt. En Peter verdient daar ook een standbeeld. Ja, waar gaat het dan fout, Paul? Ik denk bij de technische commissie met de communicatie naar het bestuur toe. De spelersgroep richting technische commissie en technische commissie naar de spelersgroep toe. Maar Peter Bokma die heeft daar alles eruit gehaald wat erin zat. Hij promoveerde, ik dacht in 21-22, naar de tweede klas met Reutem. Wat gewoon op dat moment goede lichting heeft. En vorig jaar met de vergrote degradatie heeft hij de pech dat hij eruit gaat via de nacompetitie. En nu heeft hij heel veel blessures. Ik geloof dat hij 7 geblesseerde spelers had. Plus het feit dat hij Sam Holzink naar TVC is gegaan. En dan weet je bij zo'n club dat je gewoon minimale bezetting hebt. En ook kwalitatief behoorlijk op achteruit gaat. Ja, dan kun je wedstrijden verliezen. Maar het is toch maar een beetje vreemd gegaan toch, Paul? Daar. Ja, maar goed, het fijne weet ik er niet van. Maar hij is weer terug. Maar Gerard, die jongen die verdient dan gewoon een standbeeld. Ja, maar ik dat past net als zijn voorganger. Het past ook totaal niet. Mark Wijnreden. Het past ook totaal niet bij een club als Reutem. Nee, ik ken Reutem een klein beetje, meer van afstand, maar ik was hier zeer verbaasd over. Ik denk ook dat het niet de bedoeling is geweest, als ik heel eerlijk ben. Nee, maar het is wel gebeurd en dat wat ik zei. Beetje des zwart sluis scenario, Paul. Ja, hetzelfde verhaal. Ja. Dus allemaal in de war. Trouwens, Pim Kaagman heeft weer een club. Oh, waar gaat die gaat naar de SVI. De club die dus ook financiële problemen had. Maar Pim wordt nieuw seizoen trainer. Ah, oké. Okay. Nou, Jos van der Veen, leuk dat je er bent. Jos, wat is jouw nieuws van de afgelopen week? Dankjewel. Wij hebben ons met name gericht natuurlijk op de wedstrijd tegen Deerto. Wat voor ons een hele speciale wedstrijd had kunnen zijn. En daarnaast natuurlijk ook alles daaromheen geregeld. Want er was natuurlijk doorherdenking. Dus dat was dan een speciale gelegenheid dat we dan die wedstrijd zouden spelen. En stel je voor dat je kampioen zou worden, dan moet je allerlei andere scenario's uit de kast trekken. Gelukkig is het niet gebeurd in dat geval. En kunnen we hopelijk in de wedstrijd van aankomende zaterdag tegen Berkum het verschil maken. Ja, nou, een beetje Deto-art, hè? Gelukkig zeg je dat het niet gebeurd is. 2-2. Ja, zeker. Deto deed er in de eerste helft, waren ze apathisch. Ja, dat vond ik ook. Ik vond ook dat de eerste helft de controle hadden. En waarbij wij normaal gesproken er altijd voor kiezen om hoog druk te zetten op de helft van de tegenpartij en onze wil op te leggen, hebben we de afgelopen zaterdag voor gekozen om dat niet te doen. Tweeledig. We weten dat Deto ook wel kwaliteit heeft in de omschakeling. En anderzijds weten we ook dat het moeilijk voetballen is op het sportpark in het midden, waarbij er een gewone grasmat ligt. En daar is niet veel aan gedaan. Nee, ze hadden volgens mij nog wat extra lang gelaten. Ja. Dus dat was lastig voetballen. Dus we kijken ontzettend uit naar aankomende zaterdag tegen Berkum. Je hebt mooie tijd gehad bij Deto, Jos. Hè? Fantastisch, ja, zeker. Ik ben heel blij. Nou, ik stel deze vraag met opzet. Want heel vaak zie je dat spelers met name die bij een club weg zijn en tegen hun oude club scoren, die juichen bijna niet. Ik ga er toch wel vanuit dat jij afgelopen zaterdag in Vriezenveen bij Deto kampioen was geworden. Dat je toch wel toegestaan had dat ze je op de schouders hadden gedragen, toch? Ja, zeker. Bedoel ik. Maar ik heb Jos nog even in de gaten gehouden. Heeft continu op zijn telefoon gekeken hoe het was bij de tussenstand bij Roda Raalte Scherpenzeel, toch? Na de wedstrijd. Ja, na de wedstrijd. Right. Nou, niet tijdens. Nee, Bert had het over tijdens de wedstrijd. Nee, absoluut niet. Ja, nee. Na de wedstrijd hebben we inderdaad Roda Raalte even livestream. Dat is logisch, toch? En dan kun je namelijk meekijken. Dus het was 2-3 op dat moment. Dus, weet je wat me opviel bij Deto? Zit Michel Jansen ineens weer op de bank? Michel Jansen zit op de bank als die assistent. Die doet nog de 23. Nee, dat gaat over trainerscarousel gesproken die weggestuurd is bij Hogeveen. Lambrink gaat het doen. Want ik
ben met alle gaas ontvangen bij Detox. Zat er in die hoge toren daar. Hartstikke goed voor elkaar. Kopje koffie, cola en de rust. Naast Tijmen van Wissing, wat wil je nog meer? Kon zien dat het ook een terechte strafschop voor is. Verdetten zijn jullie, hè? Nee. Verdetten van het Overijssel voetbal. Nee, maar toen hoorde ik dat Stef Lammerink trainer ging worden en dat Michel Jansen was toegevoegd aan de technische staf. Ik vind het een beetje paniekvoetbal. Aan de andere kant, ik heb gisteren ook weer met iemand anders gebeld, niet daarover, maar die zijn kennissen van Mark Looms. Mark Looms wordt wel geopereerd aan zijn heup. Ja, maar hij is nog niet geopereerd, toch? Nee, nu niet. Maar die loopt wel heel erg moeizaam, hoor. Poeh. Dus Jansen loopt stage nu. Moest Michel hem ondersteunen of zo? Ja, nou, fysiek? Nee, dat niet. Nee, maar ik denk dat de paniek ook een klein beetje bij Deto is toegeslagen. Maar ik had het, als ik Michel Jansen was geweest, was ik lekker maandag begonnen. En ik had me op zaterdag nog niet laten zien. Nee, volgens mij nergens van nodig die paniek bij Deto. Want volgens mij hebben ze gewoon een prima selectie staan. En volgens mij afgelopen zaterdag hebben we ook kunnen zien dat zij zich, als ze dat op de mat kunnen brengen elke week, zich nergens zorgen over te maken. En volgens mij ook prima vertrouwen uit kunnen spreken in de huidige hoofdtrainer die daar zit. Ja. En samen met assistent Tim Potast. En het programma van Deto ziet echt wel goed uit, hè? Die blijft wel in. Maar in de reis hebben ze zich ook, was het ook 2-2. Viel ook niet heel veel op aan te merken. Nee, eens. Was ook terecht. Ja. Nou, ik vond dat eigenlijk Deto daar, die partij gezien, eigenlijk te weinig kreeg. Ja, maar toen deed Ben Rienstra nog mee. Ja. Dat scheelde wel een slok op een borrel, ja, hè? Dat scheelt een slok. Ja. Veel bussen mee van Excelsior? Afgelopen zaterdag? Ja? Ja, zeker. Ja? Excelsior ja, echt groot compliment aan de supportersvereniging van Excelsior. Want daar hebben ze echt heel mooi neergezet. Een fantastisch spandoek over bijna de hele breedte van het speelveld. En veel sfeeracties voor de wedstrijd. Dus dat was echt mooi om daarin mee te maken. Voetbal leeft wel in reizen. Ja. Rick, jouw nieuws. Ja. Je hebt een brief gekregen, hè? Ja, ik heb een bericht gekregen van de voorzitter van de KNVB van het amateurvoetbal. In zaken onze podcast van de vorige keer. Dirk-Jan van der Zee. Ja, Dirk-Jan van der Zee. Ooit afgetest bij FC Twente. Ja. Misschien wil hij daarom niet komen. Nou ja, goed. Hij was een paar dagen weg. Gaf hij netjes aan. Dus, maar hij heeft daar uitleg gegeven. Maar daar wou ik eigenlijk, want daar wilde Gerard zo nog wat over zeggen. Maar wat zei Van der Zee daarover? Was hij het eens met de oplossing die we hebben aangedragen? Deels wel en deels niet. Oh. En hij vindt het ook. Echte politicus. Ja, met name een meer maatschappelijk probleem. Maar je mag rustig jouw verhaal afmaken. Nee, nou ja, ik had eigenlijk wat andere dingen staan. Okay. Die ik nou eigenlijk ook even wilde vertellen. Want dat was eigenlijk al waar een paar dingetjes binnengekomen. En dat is ten eerste dat Gerben Nijhuis de nieuwe trainer wordt van UDI. Gerben Nijhuis. Gerben. Oh, dat is een oud trainer van Buurse. Ja, en een oud speler van UDI ook. Ja. Gerben was 42, toen speelde hij nog op het niveau eerste klas bij Glanenbrug, heb ik nog gehad. Ja. Geweldig. Fantastisch. Ja, zijn broer René, die heeft Kwik 20 naar de hoofdklasse gebracht. En die zit nu bij FC Twente in de jeugdafdeling. Is je ook geweest toch? Ik vind Gerben een leuke kerel trouwens. Ja. Nou, en Gerben is een geweldige kerel. Ja, we gaan eerst even een bak koffie drinken bij Buurse, zei hij. En dan ga ik even de wedstrijdbespreking doen. Ja. Ik denk, nou, trainer naar waard. Nou, en daarnaast nog even Roald de Vries. Die is 35 jaar, verdediger. Ja. Die gaat volgend jaar naar Go Ahead Kampen. Nou, daar heb ik een afspraak mee gemaakt. Dat is die spelersmakelaar. Ja. Ja. Oh, dat is juist. Dat is hem. Ja, voetbaladviseur toch? Ja, nou, spelersmakelaar. Oh. Was hij adviseur? Geen voetbal, geen spelersmakelaar. Ja, maar dat is een adviseur toch? Het beeld dat wij daarbij hebben is anders dan wat hij doet. Dus het is heel goed om met hem in gesprek te gaan. Dat hij zijn verhaal kan vertellen. Want volgens mij doet hij iets heel goeds. Ik heb hem al een keer geïnterviewd op de radio. Maar adviseur, maar goed. Maar ik vind het wel mooi dat je met 35 jaar nog het verlengstuk wordt van de nieuwe trainer Edwin van Nijen. Ja, maar hij komt toch van die club waar Michel van Oosterom weg is gestuurd. Batavia. Batavia 90, ja. We hebben hem al heel lang op de lijst staan voor potentiële. Ik heb een afspraak, ik zal je vertellen. Ik heb even op LinkedIn heb ik een. Je wordt meteen op je wenken bediend. Even kijken. Oh, dat hoef ik ook weer niet, Bert. Hoor. Jawel, Ronald de Vries, voetbaladviseur. Het lijkt me een goed idee. Laten we contact houden. Fijne zondag. Ja. Nou, ja, zag dat je zelf ook weer gaat voetballen. Dat was een paar weken terug. Ja, nou en binnenkort gaan we hem even. Ja, en goed. Nog drie kleine puntjes. Jan van Dongen, Drinelo, heeft zijn 21ste inmiddels er alweer in liggen. Dat vond ik heel bijzonder. Want dat is eigenlijk, doet hij daar nu al voor het derde jaar volgens mij. Nog niet afgestudeerd? Nee. Dus nieuwe datum voor het centrum Mandeveen is niet op dezelfde dag als Hoeve Vooruit. Dus dat wordt 16 mei. Ja, Mandeveen gaat de reis richting centrum, richting Enschede niet maken. Maar goed, dat hebben we van de voorzitter vorige week duidelijk vernomen. Het centrum wil trouwens ook aanschuiven hier. Want die hebben mij benaderd.
Nou, dus misschien dat we daar een keer een podcast over kunnen maken in september. Ja. Ja, dan zijn ze van harte welkom. En als laatste, mooi nieuws uit Den Haag. Dat kreeg ik binnen. Randal van Haarst, die had ondanks zijn 100ste wedstrijd gespeeld. De speler aan de rechterflank, die de hele rechterflank bestiert. 100. 100. Ja, dus feest. Veel. Nou, maar voor iemand van 26 jaar is in Den Haag was het wel was het nieuws. Dus. 4 seizoenen, 3 seizoenen. Ja. Ja. Dat kan. Gerard, vorige week hadden we een hele speciale podcast. Hoe is de afgelopen week verlopen bij Hoeve Vooruit? Hebben ze nog wel zin om te voetballen, de mannen van je? Nou, als ik het afmeet aan de trainingen van afgelopen week, dan was de animo was er wel, maar de echte de wil was ver te zoeken. Ze hadden met de kop ergens anders, Gerard. Nou, weet je, ik ga er geen huilverhaal van maken, maar ik denk dat het niet heel gek in de oren klinkt dat dat behoorlijke impact heeft gehad. Impact op de spelers, ook op de begeleiding. En zeker ook als het gaat om het bestuur en alle andere direct betrokkenen. Ik heb daar nog een appje over uitgedaan richting de mensen die het betreft binnen Hoeve Vooruit. Dat ik mijn respect en waardering daarvoor heb uitgesproken. Kijk, want er wordt wel eens gezegd, en ik ben er eentje van. Ik ben daar nu een jaar werkzaam. Dat de echte voetbalcultuur bij Hoeve Vooruit wel eens ontbreekt. Ik zeg niks geks. Maar als ik dan zie hoe ze met een situatie omgaan zoals die daar van afgelopen zondag of vorige week zondag. Er wordt bijna niks over gezegd. Men doet zijn ding. Ik heb ook wel wat gedaan. Er waren ook twee vaders van spelers betrokken die de scheidsrechter in bescherming hebben genomen. En dan vraag je hoe het is. En het gaat allemaal wel goed. En er is niks aan de hand. En we dronken een glas, we deden een plas en alles bleef zoals het was. Ik heb er heel veel bewondering voor. Ik wil er ook nog wel iets meer over zeggen, Bert. Ik weet niet of dat nu de bedoeling is. Ja, dat mag. Dat je daar straks op terugkomt. Maar maak het niet te lang. Bomboyswacht. Ik kom daar straks wel even op terug. Want ik voel nou wat druk. Dus daar kan ik niet zo goed tegen. Nou, helemaal goed. Nee, dat gaan we straks... Doe maar rustig aan. Je mag gewoon helemaal je vrouw vertellen. Ik aan het jagen. Dus ik kom hier straks wel op terug. Wat vond je van de straffen dan? Kun je dat nog even zeggen? Rick, help mij even. Was het weer de weg van de minste weerstand, toch? Ik moet mijn serieuze toon even weer oppakken. Ik moet mij niet laten leiden door mijn emotie. Emotie was er vorige week wel. Emotie is wat weg. Ik heb vanmiddag, voordat ik hier naartoe reed, nog even contact gezocht met de trainer van TVV. Met Oktay, die hier vorige week aan tafel was. En je mag je het zo afmaken. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen op zijn optreden. Ja. Moet ik het nu afmaken, Ben? Nu mag je het afmaken. Wat mij opvalt is de strafmaat voor TVV. Daar kun je van alles van vinden. Hè. De club, even voor jullie beeld, is 5 punten in mindering. Een boete van €1200 aan de ene kant. En aan de andere kant zijn er nog 6 spelers die een langdurige straf opgelegd hebben gekregen. Daar kun je van alles van vinden. Ik vind er ook wat van. Dan lees ik vervolgens een Oktay die bevestigde dat net. Dat TVV overweegt om in beroep te gaan. Hij heeft mij net de nuance daarbij aangebracht. TVV gaat niet in beroep tegen de 5 punten mindering en tegen die €1200 boete. Maar ze hebben wel wat problemen met dat een aantal spelers klaarblijkelijk niet dat heeft gedaan wat op beelden zichtbaar is. En daar overwegen ze om daar toch beroep in tegenaan te tekenen. Wat ik ervan vind is, TVV had... Maar goed, ik ben net door Oktay daarin bevestigd. Een statement kunnen maken door te zeggen van... welke straf wij ook opgelegd krijgen, die accepteren wij. Want het is heel erg duidelijk. En daar trekken ze zelf ook niet meer zich in terug. Het is heel erg duidelijk dat TVV als schuldige partij is aangewezen. Het had hun gesierd dat ze direct in de openbaarheid een statement hadden uitgebracht... Oké, dat accepteren wij. Dat ze zich nu met betrekking tot een aantal spelers... waarvan ze vinden dat die niet schuldig waren... overwegen om in beroep te gaan, dat is aan hun. Maar nogmaals, Oktay heeft mij net bevestigd... dat zij de straf voor de club aan zich respecteren en accepteren. Paul, die steekt de vinger op. Gerard, de KNVB heeft beelden opgevraagd. Want jullie nemen wedstrijden op. Klopt. En die beelden zijn door de KNVB bekeken en op basis van dat en de rapporten die er lagen is de beslissing genomen?
Ik heb begrepen, ik heb de beelden voor de helft gezien. Ik kon er niet meer naar kijken. Ik ben ermee gestopt. Ik ben ook niet degene overigens. Ik ben trainer. Ik ben een werknemer van de club. En ik mag er van alles van vinden. Maar ik doe dat niet. Als het gaat om de strafmaat. Ja, de KNVB heeft zich voor een heel groot deel, heb ik begrepen, gebaseerd op beelden die ter beschikking gesteld zijn op aanvraag. Ja, over die strafmaat. Min 5 punten, dat is toch weer de weg van de minste weerstand. Het schijnt de procedure te zijn. Ik heb me laten vertellen dat ergens beschreven staat. Achter. Maar ja, nu gewoon moeten zeggen, TVV, het is mooi geweest. Jullie zijn klaar, jullie maken ook geen kans meer op promotie. Het seizoen zit er voor jullie op, de laatste twee wedstrijden. Ik heb net gezegd dat het TVV had gesierd dat ze direct een statement hadden gemaakt. Ja. Oké, we accepteren. Het is uiteindelijk geaccepteerd, maar daar hadden ze iets voor kunnen zijn. Daar hadden ze tenminste laten zien, wij zijn hartstikke fout geweest. En wij gaan een andere koers varen. Maar goed, daar hebben we het vorige week uitgebreid over gehad. Dat is aan de club zelf. Maar goed, dat statement hadden ze in mijn beleving moeten maken. Ik heb nog wel een bericht gekregen van een trainer over die scheidsrechters. Dat het ook in het Apeldoornse en in het Deventerse zo erg is op het laagste niveau. Er stond gisteren een heel artikel, was dat gisteren? Afgelopen weekend geloof ik een heel artikel in de Tubantia uit mijn hoofd over de excessen op de velden. Met name ook in het Enschedese. Rick, ik kijk jou even aan. Jij bent daar meer van op de hoogte. Heb je het artikel gelezen of niet? Ik heb het artikel niet gelezen. Nee, nou, daar stond met zoveel woorden in. Dat zei Oktay, de trainer van TVV, hier vorige week ook. Dit is natuurlijk niet alleen een voetbalprobleem waar we mee te maken hebben. Het is een maatschappelijk probleem. Ik zou bijna willen zeggen, de hele wereld staat in brand. En als je het dan hebt over waar komt dat door, dan heeft het met geloof te maken, het heeft met huiskleur te maken en het heeft met geld te maken. En die lossen wij natuurlijk niet op. De drie K's, hè? Nee. Sorry? De drie K's. Precies. Nou, dat lossen wij hier natuurlijk niet op. Hè? We hebben vorige week ook gezegd, Paul, ik kijk jou aan, volgens mij zei jij dat zelf ook. Of zei jij dat ook. Ga eerst binnen je eigen vereniging eens eventjes goed bekijken van waar liggen de rotte appels. Waar zijn de rotte appels? Ga daarmee aan de slag. En dan probeer dat wat breder te trekken. Nou, daar hebben we vorige week, dacht ik, afspraken over gemaakt. Om dat aan te pakken, om daar een begin mee te maken. Zaterdag kan het dan eindelijk zover. Ja, dan gebeurt het, Jos. Ja. Binnen een jaar weer terug met Excelsior 31. Wat een jaar. Ja. Niet. Wat een jaar, Jos. Wat een jaar. Ja, zeker, daar kunnen we over spreken. Ja. Ja, vertel eens, Jos. Ja. Je belde op een gegeven moment, je was bij DZC in Doetinchem actief. En je zag dat er een plek vrij kwam bij Excelsior. Je hebt gebeld en je hebt gezegd van jongens, ik heb eerder met beltje gehakt bij Deto. Ik zie de klus graag tegemoet en ik zie het helemaal zitten. Ja, nou, wij waren op skivakantie in Oostenrijk. En ik hoorde het op de donderdagavond. Ik heb veel contact met Leon van Dijk, assistent trainer van HC 21. En hij appte mij en zegt, heb je gezien? Heb je al gesolliciteerd, zegt hij. En toen dacht ik bij mezelf, gesolliciteerd? Wat bedoelt hij toch? Nou, toen vertelde hij mij dat ze inderdaad afscheid hadden genomen van de toenmalige hoofdtrainer. En toen dacht ik bij mezelf van, weet je, even een nachtje over slapen. Even er thuis over praten. En de volgende ochtend stuurde ik een appje naar een van de twee TC-leden van... Ja, mochten jullie iemand nodig hebben die ervaring heeft op enerzijds het niveau en anderzijds niet het niveau, maar wel met name na competitiewerk en een groep de neuzen weer dezelfde kant op krijgen, dan zou ik graag met elkaar in gesprek komen. En toen kwam dat gesprek en het was je bijna gelukt. Ja, niet één gesprek. Uiteindelijk 5 gesprekken gehad. Met verschillende mensen, hoor. Ja, met diverse mensen. Ja. Commissies enzovoort. Ja, eerst alleen met de TC. Uiteindelijk toen telefonisch TC contact. TC is Marcel Borkent en Harry Belman, toch? Exact. Dat zijn de eerste twee, toch? Exact. En Marcel Borkent ken je zijdelings, volgens mij, Sportclub Enschede. Ja, kan dat? Marcel is ook mijn trainer geweest bij Sportclub Enschede. Dus dat lijntje was kort. Ja. En vandaar ook dat maakt contact. Er niet uit. Nee, zo werkt het. En uiteindelijk toen een gesprek gehad met de afvaardiging van het bestuur. Dus daar zat de voorzitter bij. Daar zaten nog twee andere mensen van het bestuur bij. Toen met adviseur Michel Jansen. In combinatie met... Fred Tuinman? Nee, niet met Fred. Met Henk Rozemuller en nog een andere afvaardiging van het bestuur. En toen uiteindelijk nog met het voltallige gedeelte. En nog de voltallige selectie. Om uiteindelijk tot het besluit te komen. Zo.
Toen was de competitie al voorbij. En de verklaring omtrent gedrag moest ook aangevraagd worden. Nee, dat was een bijzondere gang van zaken. Wat ze achteraf ook aangaven dat niet de normale gang was. Maar ze wilden de juiste stappen ondernemen om maar niet meer tegen hetzelfde aan te lopen. En vandaar dat ze voor deze route hebben gekozen. Toen dreigde het uit te lekken. Ik zal ook even open kaart spelen. Mijn vader, vandaag jarig overigens, gefeliciteerd, dankjewel. Die heeft een vriend. Die heet Herman Domrot en die woont in Doetinchem. En zijn schoonzoon is voorzitter. En ik kreeg een berichtje van een van de mensen bij Excelsior. Lange jongen, die ken je ook wel, Wim Goorman. Die zei, Jos van der Veen, kandidaat bij Excelsior. Ik zei, nou, daar gaan we eens even achteraan. Dus ik bel mijn vaders vriend. Nee, eerst belde ik mijn vader. Die belde meteen op. Wordt Jos van der Veen, of raken jullie de trainer kwijt? Nou, binnen 10 minuten werd dat bevestigd en vandaar. Maar voor jou, aan de andere kant, was dat natuurlijk wel heel problematisch. Want in Rijssel stonden 2 assistenten te trappelen om het over te nemen van Wouda. En die zagen eigenlijk jouw komst niet zitten. Niet om jouw persoon, maar die wilden het gewoon zelf doen. Leurink en Penteman. En vanaf dat moment was het wel een beetje spannend of jij trainer ging worden bij Excelsior, ja of nee. Ja. Dus ik snap het dus, achteraf snap ik wel dat jij denkt van, oh, dat moet eigenlijk niet uitlekken. Want mocht het niet doorgaan, dan heb ik een probleem in Doetinchem. Nou, het proces duurde gewoon wat langer dan dat je gehoopt had. Uiteindelijk reed ik toen op de weg naar DZC toe, dat weet ik nog wel, op die zaterdag. En eigenlijk wisten ze bij DZC, alleen de voorzitter wist er vanaf, daar was ik thuis geweest. En voor de rest hielden we alles netjes binnen zijn kamer. Dat is de voorzitter die in Haaksberg woont, hè? Exact, Peter de Beek. Ja. En voor de rest hou je alles netjes binnen zijn kamer, zoals zulke dingen horen te gaan. Alleen, dat is in Rijssen een grotere uitdaging dan dat is in Doetinchem. Nee, maar ik zeg ook hoe ik erachter ben gekomen en het klopt allemaal. Dat is een pure pech. En toen was het vrijdag, werd het al vermeld in de Oosttribune. Toen was het zaterdagochtend, reed ik naar Doetinchem toe. En toen belde iemand van RTV Oost mij, die ik nog nooit had gesproken. Dat was Job Vaarhorst? Spreek ik met de nieuwe trainer van Excelsior 31. En we hadden nog een gesprek op die maandag daarna, waarbij het dan eventueel rond zou komen. Dus het was voor mij, ik heb fantastisch gewerkt bij DZC. Echt een fantastische vereniging. Oh, dan liepen ze ook met je weg, hoor. Om me werkzaam te zijn. Dus toen moest ik daar, terwijl ik getekend had voor het 5e jaar, kiezen voor de ambitie en kwam de trein uit Rijssen voorbij. En wilde ik graag dat het rondkwam. Maar ik kon nog niks aangeven. Nou, en toen was die zaterdag dus die wedstrijd. En toen heb ik het voor de wedstrijd in de wedstrijdbespreking heb ik het verteld aan de spelersgroep. Van, jongens, weet je, waarschijnlijk lijkt het ernaar dat het maandag rond gaat komen. Hoe kwam je daar binnen dan, Jos? Want ik hoor Bert net zeggen dat de beide assistenten, Penteman en Leurink, niet op de tafel stonden te dansen. Nee, die wilden het gewoon zelf doen. Oh, maar je bent daar toen naartoe gegaan. Hè? Hoe ging dat? Hoe ging zo'n eerste ontmoeting? Want mensen hadden toch wel wat weerstand. Erwin Leurink werd er op dat moment pas bijgehaald. Dus ik kan me niet voorstellen dat daar een bepaalde weerstand was. En het klopt dat Hielke en Mark Doornbos het graag zelf hadden willen doen. Zijn die bevoegd dan? Althans, die vraag was bij hun neergelegd. En ik moet zeggen dat volgens mij, zoals ik het vernomen heb vanuit beide kampen, dat daar wat ruis is ontstaan. En die ruis kon ik in ieder geval niet wegnemen. Ik werd aangesteld en ik probeerde zo goed mogelijk met elkaar ervoor te zorgen dat we het juiste resultaat konden behalen. Maar jij zegt, zij zijn gevraagd, Doornbos en Penteman. Die vraag is bij hun neergelegd, of ze het wilden. Klopt dat dan? Dat is wat zij zeggen. Bij dat proces ben ik niet bij geweest. Dus het is heel moeilijk om daar een oordeel over te vellen. Was dat in de periode dat jij met hun contact had? Ik heb geen contact gehad met Doornbos en Penteman. Nee, met Excelsior. Ja, met Excelsior heb ik contact gehad. En volgens mij moesten zij vanuit bestuursfunctie en vanuit TC daarin een keus maken. Ja, en uiteindelijk lopen die processen op een manier waarbij de ene A zegt en de ander zegt B. En dat geeft dan ruis. En ik snap dat het een tumultueuze periode is voor de vereniging. Waarbij maar één ding belangrijk is, dat er rust komt om uiteindelijk het gewenste resultaat met elkaar te gaan. Ja, wat trof je aan in Rijssen? Want je gaat naar Excelsior. Nou, dat is toch een het is ook mijn bolwerk. Ja, een bolwerk. Ja, het is toch, als ik trainer was grote en ik club. Had papieren, zou ik dat ook wel op mijn cv willen hebben. Maar wat trof je aan? Ja, een mooie selectie. Dat allereerst. Een groep waar weinig vertrouwen in zat.
En waarbij de nodige blessures ook parten hadden gespeeld in het resultaat. En ja, dat, die combinatie maakte gewoon dat, dat de groep weinig vertrouwen had. En met elke tegenslag veel moeite had om, om dat om te draaien. Maar je ging aan het werk en er kwam wel resultaat. Ja, vrij snel. Gelukkig hebben we dat met elkaar weten te bewerkstelligen. Doordat we andere gezichten brengen dan toch op dat moment andere energie. En achteraf gezien denk ik dat het te laat was. Want we hebben in die korte periode, in die 10 wedstrijden, evenveel wedstrijden gewonnen als ze daarvoor hebben gedaan in 24 wedstrijden. Maar het was een te korte periode om, om het uiteindelijk helemaal te bewerkstelligen. Want uiteindelijk zijn we toen verloren natuurlijk in het tweeluik van de Sportclub Geerenmuiden. Die het dan dit jaar geweldig goed doen. Fantastisch, ja. Compliment aan René van der Weij en zijn ploeg. Hoe zij het in de derde divisie. Maar dat mag ook wel met zulke aankopen. Nou, we hebben 5 man gehaald. Dat is, trouwens, bij Geerenmuiden waren ze een beetje gepiekeerd over je. Dat jij altijd tegen Geerenmuiden was. Was ooit een keer tegen... Is dat zo, Bert? Is mij nooit opgevallen. Nou, volgens mij ook niet. Maar, nee, Paul, ik moet je nou even verdedigen. Dankjewel, Gerard. Je hebt het alleen over die reiskostenvergoeding die die jongen uit Leeuwarden krijgt naar Geerenmuiden. Daar heb je het wel eens over gehad. Die verbazing deel ik overigens, maar goed, dat tezijde. Maar Jos, heb jij hetzelfde toegepast wat je toen de tijd bij Deto hebt gedaan? Want toen ben je in dezelfde bootje gestapt. Ja. En toen heb je het bootje in de veilige haven gekregen. Mm-hmm. Heb je gedacht van, ik kan dat deze methode ook bij Excelsior toepassen? Ja, uiteindelijk is dat op basis van visie. Dus hoe denk je over voetbal? En ik denk dat ik een trainer ben die ontzettend veel van duidelijkheid is, structuur, regelmaat. Dat ook in mijn trainingen terug laat komen. En dat uiteindelijk is destijds positief gevallen bij Deto. Ook positief gevallen bij DZC, want daar kregen we ook een club. Daar gingen 11 spelers weg op het moment dat ik kwam. Ja. Had overigens niet met mij te maken, maar die hadden al een keus gemaakt. En toen mochten we helemaal van opnieuw weer gaan bouwen in die eerste klasse. En ze waren altijd blij als ze 30 punten halen. En als je nu kijkt, dan zitten ze in de eerste klasse en dan staan ze op punt om te promoveren naar de vierde divisie. Dus daar hebben we ook echt wat neergezet met elkaar. En spelers met talent, want ik heb begrepen dat 2 jongens naar HSC gaan. Klopt, Joep Verheij en Jesper Vonk. Ja. Die Vonk is een spits, hè? Die scoort nogal regelmatig, geloof ik. 9 keer dit seizoen, 1 keer in een bekerwedstrijd. Heb jij daar zelf niet bij stilgestaan aan, om ze dan te vragen voor jouw club? Voor misschien Excelsior of voor Roda? Ik heb vroeger geleerd, toen ik werkzaam ben geweest bij Sparta Enschede, dat het niet handig is om dat soort dingen te doen. Toen was ik natuurlijk nog jong en wat onervaren. Wat uiteindelijk maakt dat je misschien wat anders in situaties omgaat met spelers die dan ambitie hebben en een stap willen maken. Waarbij ik nou gewoon gerichter gekeken heb van wat past dan bij deze speler. En deze jongens ook allebei geadviseerd heb, zowel HC als deze jongens van, ik denk dat het goed is dat je voor jullie een stap is richting de derde divisie. En daarbij is HC een hele mooie uitkomst. Beide jongens wonen in Weel, dus kunnen samen rijden richting HSC. Ja, ja. Ik denk dat dat een hele mooie stap is voor beide heren. Maar goed, Jos, jij, waar we het er al even over hadden. Nee, jij stapt bij Excelsior binnen. Dat is toch wel wat ruis als het gaat om de assistenten die er toe waren. Je degradeert uiteindelijk, hè, ondanks dat je een hele goede serie neer had gezet. En dan ga je dit seizoen in. Anders natuurlijk als dat je net begint bij een club. Als wij naar het resultaat kijken van dit seizoen, kun je alleen maar meer dan onze petten afnemen voor jou. Heb jij gaande het seizoen nog weer wat gemerkt van die, nou, ik noem het dan even tussen aanhalingstekens geplaatst, weerstand die er was? Er is wel weerstand geweest. Alleen, daar heb ik ook geen trek in om daar in detail op toe te vullen. Want we zijn nog in het proces bezig om iets heel moois met elkaar te gaan bewerkstelligen. Ik wil niet in een hoek zetten. Sterker nog, ik bedoel, wie ben ik in vredesnaam? Als je ziet wat jullie gedaan hebben onder jouw eindverantwoordelijkheid. Met alle ruis, laat ik het dan nog maar 1 keer zo zeggen, die er was. Nou, ik, ik praat van afstand. Ik heb wel eens kritiek op jou gehad. Maar ik heb jou afgelopen zaterdag en afgelopen ook gezegd, vind echt knap dat je
Excelsior weer terugbrengt in de vierde of in de derde divisie. Ja. Want bij Excelsior weet je niet waar A de vijand vandaan komt. Want ze hadden al afscheid genomen van Davina. Ze hadden al afscheid genomen van Schmid. Ja. Dan komt er nog een sponsor met dezelfde achternaam als ondergetekende. Die gooit dan weer wat geld in de pot. En dan heb je die spelers erbij. En op een gegeven moment had je een selectie van hoeveel spelers? We zijn gestart met 23 plus 4, dus 27 man. 27 spelers. Nou, hou die allemaal maar in de... Ja. Kikkers maar in de kruiwagen. Ja, ik vind het echt petje af. Ja, dankjewel. Dat is toch ontzettend moeilijk, hè? Wat ik zeg klopt ook, hè? Dat je op een gegeven moment had je al vervangers voor die spelers. En dan krijg je die twee spelers nog terug. Ja, zeker. Ja. Inderdaad, we hebben een ruime selectie gehad. Maar uiteindelijk is de ruimte van de selectie ook de kracht geweest. Om het tot het einde seizoen vol te houden met het niveau wat we nu behaald hebben. Dus ja, enerzijds snap ik dat een te grote selectie niet bevorderlijk is. Anderzijds, het zijn allemaal contractspelers. Dus je kunt ook wat van die spelers vragen en wat van die spelers eisen. Maar waar is het kwartje gevallen? Want ik zie nu wel dat het een echt team is. Ja, die hechtheid binnen die groep is denk ik wel na de thuiswedstrijd Deto hebben we denk ik wel de neuzen allemaal weer dat we wisten oké, dit is niveau dat we moeten halen, dit is waar we naartoe willen. En als je naar de werkwijze kijkt, we hebben in september, ik doe niet in het begin van het seizoen direct een doelstelling, maar in september tot aan de winterstop hebben we het over een doelstelling. Dus hoeveel punten willen we behalen en hoe ver willen we reiken in de beker. Nou, en uiteindelijk ga je dan na de winterstop ga je weer met elkaar zitten. En dat hebben we nu gedaan na Scherpenzeel, dus op die 11e december. En toen hebben we met elkaar besproken van oké, wat is de doelstelling aan het eind van het seizoen en hoe ver willen we reiken met de beker. En uiteindelijk waren de doelstellingen de laatste vier behalen van de beker en kampioen worden met het in de competitie. Jullie trainen drie keer in de week, Joost? Exact. En dan de zaterdag? En je hebt een eigen restaurant, hoe doe je dat? Ja, dat is manager. Ja, de bal in de lucht. Ja, dat is soms ontzettend uitdagend. Omdat op het moment dat je in één keer het restaurant vol loopt met 5, 6 tafels. En de training roept toch. Ja, dan moet je wel zorgen dat je het juiste personeel hebt staan. En dat je dan door kunt. Alleen het restaurant is nu bijna 3 jaar waar ik eigenaar van ben. En in de periode van DZC hebben we dat opgericht. In de coronaperiode. Dus ja, ik weet onderhand niet beter dan dat zo is. En de club wordt, of de restaurant wordt natuurlijk steeds verfijnder. De routing wordt duidelijker. Dus dan je hoeft geen trainingen over te slaan? Nooit. Ik heb nooit een training overgeslagen. Nee. Hey Jos, en dan maak je bekend dat je naar Roda Raalte gaat. En dan neem ik toch aan dat het wel iets moet doen met zo'n groep. Maar dan zet je een indrukwekkende reeks neer. Van dat je sinds 9 december verlies je gewoon niet meer. Ja, behalve dan met de penalties. Maar dat vind ik ongelooflijk. Hoe ging de groep daarmee om? En jijzelf ook. Ja, weet je, uiteindelijk was ik daar... We hebben dat op die 11e december ook bekendbaar gemaakt. Dat was wel vroeg al. Ja, dat klopt. Maar uiteindelijk ook wel gewoon goed duidelijkheid. Er zijn ook clubs waar ze in oktober en november bekendbaar maken... dat ze met de trainer niet verder gaan. Of verder gaan en uiteindelijk komen ze daar weer op terug. Ja. Maar zij zagen ook aan mij dat het voor mij ook goed was... en dat ik het fijn vond dat ik naar een andere uitdaging zou gaan... En ook aangeven dat we er alles aan gingen doen om uiteindelijk onze doelstelling te behalen. Want dat was natuurlijk een dubbel gesprek. Oké, aan de ene kant weten we dat we afscheid gaan nemen van elkaar. Maar aan de andere kant, we hebben nog wel een half jaar waarin we met elkaar gaan werken. En welke doelstelling gaan we daaraan koppelen? En hoe gaan we dat zo goed mogelijk bewerkstelligen? Ja, dat is natuurlijk na de winterstop is uniek. Uniek wat we hebben gepresteerd met elkaar. Ja. We hebben, moet ik goed zeggen, 4 tegendoelpunten. En volgens mij 6 tegendoelpunten en 31 keer gescoord na de winterstop. Ja, dat is uniek. Ja, jouw keeper, voor de winterstop had ik nog wel eens mijn twijfels, maar die pakt nu ballen. Ik denk van zo, afgelopen weekend ook eentje met de voet aan in die korte hoek. Ja, die bal Posma. En die bal op laatste moment die nog pakt. Fantastisch. Dus beter dan jij was, Bert. Veel beter. Heeft zich heel goed ontwikkeld, Kevin Rijmink. Ik snap wat je zegt in het begin van het seizoen. Een beetje podiumvrees, denk ik, in het begin. Ja, komt ook in een nieuwe omgeving. Is een jongen uit. Talentvol, toch? Limmelenveld. Dus het dorpse, en dan komt hij bij een grote club uit Rijzen. Ja, die heeft eventjes moeten wennen, maar aan de andere kant heeft hij het echt fantastisch gedaan. Maar na een jaar weg bij Excelsior, had je eigenlijk niet stiekem langer willen blijven?
weet je, op het moment dat je ervaart dat het goed is zo, dus dat je, dat je in situaties komt waarin je denkt, je hebt eigen normen en waarden en een manier van hoe je wil dat er met jou omgegaan wordt en dat jij met andere mensen omgaat. En als dat niet past bij de normen en waarden die je van je huis uit hebt meegekregen, ja, dan is het goed om dat om een andere weg te kiezen. Want een nieuwe TC, want Marcel Borkent en Harry Belman werden op een gegeven moment, dat heb je ook allemaal nog meegemaakt, ja. moesten vertrekken. Zijspoortje, hè? Ja, zijspoortje, andere TC. Ja, dat werkt ook allemaal niet in je voordeel. Want een andere TC die denkt van ja, dat is de trainer van de vorige TC. Dus dan moeten we maar een andere trainer hebben. Zo werkt het vaak. Ja, ik weet, daar heb ik niet zo heel goed kijk op. Ik heb nog nooit in de functies van TC gezeten. Ik vond het heel erg jammer dat Marcel Borkent en Harry Beltman weggingen. Want dat waren wel twee mensen waar ik heel goed mee kon sparren. Nog steeds overigens, waar ik goed contact mee heb. En dus dat was voor mij als trainer zijnde natuurlijk vervelend. Helemaal in die tumultueuze periode waarin zij zaten als vereniging. Waarin zij aan de voorkant uitspraken, we willen heel graag richting de tweede divisie. We willen het alles te hoogste haalbare. Dan kom je in een situatie waarin je trainer verlengt en uiteindelijk afscheid neemt van een trainer. Waar heel veel reuring geeft aan de buitenkant. Ja, dan denk ik dat het goed is dat je de rust bewaart. En nogmaals, dan heb je het over visie en beleid. Daarin heel goed koers bewaakt. En met name het bewaken, ja, dat is iets wat heel belangrijk is. Maar wordt het dan ook makkelijker voor jou als trainer? Want ik ben vorig jaar, dan heb ik ook mijn contract opgezegd bij Reuni. Dan hoef je niet meer, dan kun je ook de keuzes maken. En denken van ja, volgend jaar ben ik het toch niet meer. Dus ik maak nu de keuzes die het, bij Reuni was dat, die het beste zijn voor het elftal. Ja, je maakt wel wat minder lange termijn keuzes. Ja. Dus als je het kijkt, Marcel Borkent is altijd heel erg gedreven geweest. En nog steeds in het doorschuiven van jeugd. En jeugd heeft tijd nodig. Dus daar moet je in investeren. Daarin heb ik natuurlijk wel andere keuzes gemaakt. Ten opzichte van wat je zou doen op het moment dat je lange termijn bij een vereniging zou gaan werken. Is dat zo, Jos? Ja, ik heb 11 clubs getraind. En in mijn laatste jaar, ik zit er even hard op te denken nu. Kan ik mij niet heugen dat ik in mijn laatste jaar anders zou doen als heb gedaan, bedoel ik, dan in mijn tweede of derde jaar bij een club. Het is wel makkelijker, Gerard. Gerard, heb je wel eens met selecties wat gewerkt met 27 spelers? Nee, ik wou die nuance net aanbrengen. Ik heb het over het niveau waarop ik dan getraind heb. En dat is inderdaad iets lager dan waar jij op acteert. Maar dan nog, ook daar zit natuurlijk best wel. Ik heb ook bij tweede klassers getraind, ik heb bij NEO getraind, als voorbeeld STC. En dan, ik kan mij niet herinneren dat ik in mijn laatste jaar, waar ook wat jeugd aan zat te komen, en ook naar het jaar erop, dat ik andere keuzes zou hebben gemaakt als dat ik in mijn eerste of tweede jaar. Nee, ik herken mij daar niet in. Nou, keuzes niet op basis van opstelling en dergelijke spelers opstellen. Dus er is wel nuance in aan te brengen. Maar wel in het hoe. Kijk, op het moment dat je een jeugdspeler hebt en die wil je op een bepaalde manier ontwikkelen, dan ga je popgesprekken met elkaar voeren. Dan ga je individuele gesprekken voeren op het veld. Dan ga je met trainingsvormen, ben je daar drukker mee bezig, omdat je het langer termijn ziet en wil bewaken. Maar dus dat doe je dan minder, zeg jij, in jouw laatste jaar. Dan doe je dan die speler niet tekort mee? Of maak ik nu een denkfout? Nou, ik denk dat je daarin een denkfout maakt, want die speler is nog steeds daarin onderdeel. Maar uiteindelijk gaat het om het eindresultaat. En als je deze spelers benoemt, dan zou je het over Emilio Overmars hebben en Joël Baan. Dat zijn hele talentvolle spelers uit de academie, waarvan ik denk dat zij uiteindelijk goed genoeg zijn om ook basisspeler te worden bij Excelsior 31. Oké, maar die geef je dan minder aandacht? Nou, minder aandacht. Door de bocht? Nee, die hebben ook niet minder aandacht gehad, maar die vergen misschien een andere manier van aandacht. Net iets andere aanpak, iets meer tijd. Emilio was basisspeler toen wij begonnen in de wedstrijd tegen STV Barneveld. En dat had hij puur verdiend op basis van de voorbereiding die hij had gedraaid. Nee, maar uiteindelijk, wel baan heb je in de basis had staan bij Gene Buijthuis. Klopt, exact. Ja. Maar uiteindelijk kom je dan terug op spelers zoals Rick Hemming. Ja. Die in de voorbereiding misschien net wat minder draaide. Maar uiteindelijk topscorer is gewonnen in onze competitie. Of wordt in onze competitie hopelijk. En die staat bovenaan bij onze enige doelpunten. Het is ook niet helemaal te vergelijken, maar ik snap je daar een nuance. Maar ik begrijp wel dat hij werkt met een grote groep. Ik heb, Gerard, zelf bij HSC een selectie gehad van 28 man. Zo. Dat was mijn basis plus de reserves. En er kwam een lichting aan uit de jeugd. Jordi van Eck. Ja. Maat Stokkers. Oh, valt mee. Bas Trocht, Frik, denk ik. Grondman. Bas Trocht, of was hij nog Stef iets jonger? Stef Ottink. Ja, natuurlijk. Ja. Stef. Ja. Niels Rupert. Ja. Bas Trocht, die kwam later, want die werd afgezweerd bij de jeugd.
Maar die heb ik opgepakt, want ik vond dat gewoon een geweldige speler. Dat heeft hij ook laten zien. Dus heeft er nog ik wilde die jongens er gewoon bij hebben om zich te laten ontwikkelen. Op het niveau en in het tempo. Nee, ik kreeg een half jaar de tijd. Jongens, ik ben om. Ik snap jullie uitleg. En dat is het. Exact wat Paul nu zegt. Cenk Uygur kwam, die was erbij. Ja. En er spelen nog steeds spelers die toen de tijd uit de jeugd bij de selectie kwamen. En het eerste jaar in het tweede speelde. Want Daan Akkerman, de grote vriend van Rick, die speelde toen nog. Maar Stef Otting, die zat erachter. Ja, ik snap hem. En ik kon Stef niet langer op de bank houden. Die moest spelen voor Daan. Dus dat was de wisseltruc. Die werd toegepast. Nee, maar misschien had ik ook meer op Bert moeten reageren. Want Bert doet een beetje voorkomen. Nou, ik stop. En zal mij verder... Integendeel, denk ik. Nee, Absoluut. Dat kun je natuurlijk nu zeggen. Dat is weer een makkelijke trainer. Ook dat is weer een heel makkelijk als trainer. Ik heb nog wel een ander voorbeeld. Misschien dat je het dan snapt. Ik vind heel knap dat hij met Remmink in de punt van de aanval speelt. Maar je hebt ook Werkhoven. Nou, die wil ook, volgens mij ook een week bij jou aan de deur van, ik moet spelen, want dat lijkt me niet de makkelijkste. Nee, maar ik heb het ook niet mogelijk, Bert. Hele goede jongen. Ja, echt een goede jongen. En ook als je naar potentie kijkt, is hij natuurlijk de nummer 1 spits. Ja. Alleen, Rick Hemming scoort. Ja. En Givan scoort gewoon minder. Dus ja, welke keuze maak je nou? Dan Jos is wel makkelijker te maken nu. Kijk naar je cijfers, Jos. 27 gespeeld. Je hebt 10 punten voorsprong op nummer 2. Je hebt de meeste goals gemaakt, 73. Ja. En je hebt de minste goals tegen, 27. Dan ben je terecht, hè? Nou, staatje, daar hebben we het over. Maar ik heb nog een vraag. Toen jij naar Roda ging, heb je ook gesprekken gevoerd. Mm-hmm. Waren die te vergelijken met Excelsior of was het toch anders? En zat Gerard Marsman ook bij die gesprekken bij? Ik heb een individueel gesprek gehad met Gerard Marsman. Maar dat was nadat ik al aangenomen was als hoofdtrainer. En de gesprekken liepen daar heel anders. Het was het eerste gesprek bij Roda. Was met een teammanager erbij. En de TC, voorzitter en de hoofdvoetbalzaken van het bestuur. Ze waren 4 mensen. En daarin konden zij alle vragen stellen. Ik had me natuurlijk zelf dat in detail voorbereid. En aan de hand daarvan... PowerPointje? Nee, ik deed geen PowerPointje. Okay. Nee, ik had gewoon netjes alles op Word. In het tweede overleg hadden we volgens mij wel een PowerPoint. Okay. Maar het tweede overleg, ja, dan geven ze aan van ja, we gaan nog overleggen met de 2 trainers. En jij bent 1 van die trainers. En we zouden graag ook met de afvaardiging van de selectie willen zitten. Dus daar komen de 2 spelers uit de spelersgroep. Die kwamen daarbij zitten. En uiteindelijk hebben ze daarvoor voor mij gekozen. Dus dan gaan we voetbal inhoudelijk op in. Gaat dan een spelersgroep zeggen van... wat voor teamtactische ideeën heb jij? Wat zijn dan de spelprincipes? En moet ik dat zo zien? Ja, zeker. Alle 4 de teamfuncties kwamen aan bod. En hoe denk je daarover? En hoe is je werkwijze aan zich? Nou, die staat natuurlijk heel duidelijk op papier. Die kun je allemaal vinden op mijn LinkedIn. Met name de werkwijze die we dit seizoen gehanteerd hebben bij Excelsior. Ja, dit is een nuance aanpassing. Op de maandag trainen we natuurlijk niet in Raalte. Dus vandaar een iets andere invulling daarvan. Maar voor de rest zou die veelal hetzelfde blijven. Dus dat is natuurlijk ook makkelijk om te vertellen. Maar Jos, het is natuurlijk altijd een uitdaging als je weer naar een nieuwe club gaat. Hè? En zeker ook als het Roda Raalte betreft. Maar het lijkt mij geen sinecure om in te stappen bij een club waar Laurens Krippenborg trainer is geweest 4 jaar lang. Waarom niet? Nou, Laurens is ook een begrip. En die heeft natuurlijk zijn eigen aanpak. Ik ken hem een klein beetje. Ik weet ook hoe minutieus hij... jij lijkt me ook wel zo iemand. Hoe minutieus de trainingen en alles wat erbij hoort worden voorbereid. Maar toch... Ja, je volgt een instituut op. Ja, ik ben heel erg blij dat ik Laurens op mag volgen. En ik heb ontzettend veel respect voor de trainer Laurens Knippenborg. Ook voor de mensen overigens, maar ook voor de trainer Laurens Knippenborg. Want ik denk dat hij echt een fantastische prestatiecultuur bij Roda heeft doorontwikkeld. Geloof ik direct. Dat er natuurlijk al wel. Alleen, ja, hij heeft met bepaalde middelen toch wel echt iets heel moois neergezet. Waarbij zij nu tot afgelopen zaterdag een van onze concurrenten waren in het kampioenschap. Zij verloren van Scherpenzeel en vandaar dat zij op een te grote afstand zijn gezet. Maar niets meer dan lof. En ik ben ontzettend blij dat ik met al die middelen en al die tools kan gaan werken bij Roda. Met volgens mij een hele mooie selectie die we nog op een aantal posities aan het versterken zijn. Daar kijk ik ontzettend naar uit. Maar eerst aankomende zaterdag, Berkum. Juist. Helder. Punt heb je genoeg aan, geloof ik, hè?
1 punt. Ja, als je kijkt naar de stand, dan ben je dan nog niet geheel. Maar dan is het gat 6 punten. En dan, officieus ben je dan... Juist. Met wat voor gevoel ga je weg bij Excelsior? Je gaat door de hoofdpoort, want je brengt ze terug naar de derde divisie. Ja, met dat gevoel. Ja, en steek je dan ook een hele dikke sigaar op? Nee, ik kreeg die afgelopen zaterdag natuurlijk die vraag van Tijmen ook. Hij had het eerst over een wijsneus, dan had hij het over... Maar dat is ook wel een beetje leuk aan jou dat je dat beetje bent. Lange neus, ja, en dan had en misschien dat hij dan over een feestneus heeft, maar al die neuzen zet ik niet op. Dat hoor ik een beetje bij Tijmen. Zei Tijmen dat, ja? Ja, graag uit daar. Ja, maar een beetje een ratje is dat, hè? Maar hij is aardig vindbaar op het veld bij een heel andere persoon dan hij hier gewoon zit. Ja, maar dat maakt niet jij bent waarschijnlijk ook een andere persoon dat je bij mij in het restaurant komt eten. Ja, komt hij wel eens? We komen met de podcast. Hartstikke leuk. Ja. Hartstikke leuk. Nee, maar dat is toch wel zo, toch? Ja, maar uiteindelijk... Buiten het veld bij een andere man dan de trainer Jos van der Veen. Ja, waar baseer je dat op? Ja, weet ik niet. Gewoon, ik kijk van de buitenkant. Hè. Ik vind je gewoon buiten het veld vind je echt een toffe peer. En binnen het veld klootzak. Nee, maar als trainer... Ja, maar helemaal niks mis mee. Nee. Als trainer denk ik, kom op Jos, dat heb jij toch niet nodig? Ja, beeldvorming. Blijf niet in de beeldvorming hangen, maar dan ga je jezelf... Nee, maar dat is puur beeldvorming. Kom maar, je bent van harte welkom om het proces te zien. Kom eens op, man. En te kijken hoe we met elkaar aan het werk zijn. Ik heb laatst een trainer van jou gezien. Ter voorbereiding van de Rode Raad was ik met Bas Nijhuis. Toen was je aan het trainen. Klopt. Ik zeg, nu spelen ze 3-2-3-2. Ik zeg, want zo speelt Roda Raalte, dus hij bereidt zijn team voor. Ja. Dan zit iedereen te kijken van, waar heeft die verlosser het over? Maar dat deed je wel op dat moment. Maar Bert, moet je dan altijd dezelfde persoon zijn? Nee. Je toch, nee. Ik zeg dat ik hem een leuke kerel vind. Ja, alleen, maar binnen het veld zegt hij zelf... Als trainer is een eikel. Ook niet. Als trainer heeft hij... Je hebt soms wel eens denk van, joh, kom op Jos, heb jij niet nodig? Maar je bent toch ook een ander mens als trainer dan dat je gewoon bent? Ga ik toch vanuit, mag ik hopen zelfs. Wat? Ik ben mens. Ik ben als trainer heel rustig. Ja, maar je kunt toch... Jij dan, Gerard? Ik ben niet zo'n idioot als jou. Jij dan? Ik schijn er wel eens van gedaan te zijn. Gerard, zo ben je. Nee, maar ik probeer altijd dezelfde Jos van der Veen te zijn. Binnen het veld, buiten het veld. Altijd gericht op de mens. Ik vind de mens... Een Jos van der Veen als trainer kan toch net zo goed beoordeeld worden als Jos van der Veen als mens? Wat is daar mis mee? Ja, maar hij kan ook wel tegen een stootje. Dat vind ik ook wel weer leuk. Gerard, weet je wat mooi was? Jos die gaf even aan dat hij op LinkedIn ook zijn principes en zijn werkwijze kenbaar heeft gemaakt. Dat is nou precies de generatie trainers die zo handelen. Ja. Ja? Ja. Wij zijn van een andere generatie. Wij zijn de X-generatie. Wij zijn meer oldschool. De X-generatie. En ik denk dat het mooi is dat wij dat ook eens een keer gaan benoemen in deze podcast. Ook over het jeugdvoetbal. Nee, maar hoe de generaties groot zijn gebracht. Ja. Hebben het nou, ik hoorde vorige week dat we het hebben over, hoe noemen ze het ook alweer? Een krijs en je krijgt een ijs. Die generatie van verwend en het kind staat centraal en papa en mama werken en de sleutel is er. En er komt ontzettend veel stress bij de kinderen omdat ze hoge cijfers moeten halen en dat soort dingen. Mm-hmm. Prestatiedruk, ja. Pretparkgeneratie wordt het genoemd. Patatgeneratie. Die is daar weer voor. Maar één ding terugkomend, Paul. Hetgene waarom het op LinkedIn staat, is het juist om kennisdeling te doen. Om met andere trainers ook te laten zien dit is de wijze hoe wij werken bij Excelsior. Ik schaam me daar niet voor. Ik heb er een bepaalde visie over. Is alleen maar mooi. Je moet je nergens voor schamen. Nee. Juist is dat er om met elkaar te delen. En iedereen heeft er een mening over. Iedereen mag er ook wat van vinden. Is geen enkel probleem. We leven natuurlijk ook in een vrij land. Alleen, het is puur en alleen gedaan om andere trainers te helpen. Ik heb daar verschillende berichten van andere trainers. Wat fijn dat je dat deelt. En mag je wat vragen stellen over dit, over dat. Alles kan. Maar dat is positief, kerel. Jos, je bent genomineerd als amateurtrainer van het jaar, afdeling Oost. Ja. Wat doet dat met je? Ja, dat is een mooie erkenning van de laatste 7 jaar. Want ik ben al 7 jaar hoofdtrainer, dus dat allereerst. En het geeft mij ontzettend de stimulans om nog verder te gaan en me nog verder te gaan ontwikkelen. Dus dat doet het met me. Ga je het worden, denk je? Komende vrijdag is die verkiezing. Ja, dat is koffiedik kijken, want uiteindelijk gaat dat door andere trainers besloten worden. Dus ik moet zeggen dat ik niet goed weet hoe dat in zijn werk gaat. Alleen, ik kijk er natuurlijk ontzettend naar uit dat ik daar ontvangen word. En überhaupt dat die nominatie is geweest.
Ik was vorige week heb ik in de podcast wat geroepen. Even Adolfsen. Ik heb een appje gekregen van Wim Adolfsen. Want ja, die luistert ook naar onze podcast. Je zat er helemaal naast, geloof ik, hè, Paul? Ik zat er weer helemaal naast. Ja, maar ik had informatie van de VVUN-site op Google bij elkaar gezocht. Maar ik bleek dus een oude informatiebron geraadpleegd te hebben. Oh. Maar hij kreeg een appje. Ik zat in de bioscoop en Adolfsen stuurde mij het volgende appje. Hij zegt, voordat je uitspraken doet over de VVUN, bel dan even hoe het werkelijk in elkaar zit. We hebben 600 deelnemers, waarvan 65 gasten. Normaal gesproken doen we dit voor kostprijs, maar dit jaar moet er 11 euro per persoon bij. Dus het kost ons geld 535 keer 11 euro. Onze contributie is al sinds mijn komst 75 euro. En de komst van Wim is al 50 jaar terug, denk ik. Vergelijk maar eens met de andere partijen. En wij zijn het goedkoopst. Graag een rectificatie in je volgende podcast. Die ik wel goed vind, overigens. Groetjes, Wim. Waar slaapt Wim eigenlijk? Waar slaapt Wim? Wim slaapt wel in het hotel, toch? In Zwolle? Jongens, avondakte. Kom op. Netjes. Hey, trouwens, ik Paul heeft zijn ding gedaan. Ja, nee, ik heb zijn gedaan. Het programma ziet er goed uit. We krijgen Frans Hoek met een demonstratie. Oh, okay. Een demonstratie. Ja, nee, dat die heb ik gezien van de trainer van PEC Zwolle. Johnny Jansen, die heb ik ook gezien. Ja, ja, dus. En de jeugdopleiding van Zwolle, die gaat nog wat doen. Ach. Dan de verkiezing van de trainer van het jaar. Hoeveel punten krijg je, Paul? 3 of 4? 3, 4. Je krijgt 3 punten, maar dan moet je wel om 7:30 de auto in. En dan kom je om 6:30 weer thuis. Ik heb mij maandagavond voor 13 mei ingeschreven in Delden. Ik ook, Gerard. Krijg je ook 3 punten voor. Krijg ik ook 3 punten. Is dicht bij huis ook. Ja. Het duurt 2 uur. Ik heb laatst Hoek gezien. Die gaat over goalplayer praten. Let op mijn woorden. Oké, Bert. Goalplayer. Goedemiddag, Bert. Ik luister elke week met genoegen naar jullie podcast. Maar één ding stoort mij enorm. Wat heeft Paul Krabbe tegen Gene Muiden? Elke keer als Gene Muiden in een gesprek voorkomt, begint hij zijn gal te spuwen over de betaling Gene Muiden. Heeft het soms te maken dat hij ooit een keer is uitgeschakeld door Gene Muiden tegen HC 21? En Mots kreeg met de supporters van Gene Muiden. Zou je die vraag een keer willen stellen aan Paul? Groetjes, Jan van Dalsen. Wie is dat, Jan van Dalsen? Nou, ik heb helemaal niks tegen Gene Muiden. Die wedstrijd tegen Gene Muiden was een van de mooiste wedstrijden die ik met HSC in de beker heb gespeeld. En we hebben daar met Richard Karbelt nog over gehad. Die het ook een geweldige wedstrijd vond. En ik kan Jan zeggen, ik weet dat spelers de reiskostenvergoeding krijgen. Dat is nu, maar dat was 30 jaar terug ook al. Dus Jan, ik vind alles prima. Paul, ik ga zaterdagavond naar HSC 21 tegen Gene Muiden. Kom je ook? Ik beslis pas op zaterdagmorgen welke wedstrijd ik ga bezoeken, Gerard. Maar de kans is aanwezig, maar dat hangt er een beetje vanaf wat ik 's middags doe. Want ik ben afgelopen weekend ook wedstrijden aan het bekijken geweest. Maar, ja, waar ben je geweest bij Bikwik, hè? Die Bert die denkt overal aan, behalve aan dat. Maar hebben we daar nog tijd voor? Zeker, we hebben overal tijd voor. Even kort. Ik roep hem al een hele tijd dat hij naar een ander onderwerp moet, Bert. Wij moeten nog even een rondje doen, jongen. Ja, dat weet ik wel. Ik heb 2 wedstrijden gezien, Bert. Ja. Afgelopen zaterdag was ik bij Bikwik 28, roemruchte club, mooie club uit Zwolle. Speelde tegen SV Marknesse. Die derde klasse is ook een aparte competitie. Daar heb je ploegen uit 3 provincies. Die zijn trouwens behoorlijk weggezakt. En uit de stad en uit de dorpen, en dat zijn clashes, dat was zaterdag ook. De stadsclub Bikwik 28, technisch goed tegen de dorpsclub Marknesse. Heerlijk. Inzet, beleving, strijd. Bikwik won hem, staan bovenaan. En die hebben FC Meppel als concurrent. Arjan Bosgaard. Arjan Bosgaard. Ja. Dat jij dat weet, Bert. Ja, nee, ik ben laatst bij Johnny Jansen geweest. En Arjan Bosgaard. Wat ik vertelde laatst in de kroeg in Meppel. Een anekdote samen met Bram van Polen over Arjan Bosgaard. Want dat, dat was in de tijd toen Peter Boeven nog de trainer was. Dat Arjan Bosgaard wel eens belde. Dus en dat kwam ook meteen weer door bij Bosgaard. Maar hij is daar trainer. Hij is echt fanatiek daarmee. Hè? En Bosgaard lijkt me een goede trainer. Dit jaar voor het eerst pas seniorentrainer. Ja. Hij is altijd bij de jeugd geweest, maar... Maar goed, goeie jongen, Arjan. Meppel is een concurrent van Bikwik 28. En ik moet eerlijk zeggen, het was een mooie wedstrijd. En ik dacht terug aan de tijd met Arnie Pot en met Gert-Peter de Gunst. En met al die matadoren, onze keeper
Die lange van... Drost. Ja, Luc Drost. Die zijn ook wel weggezakt. Hè? Erwin van Leur. Oh, dat is goed. Dat is Erwin van Duncan van Mol. Arie Smit. Arie Smit. Heerlijke spits. Jerry van Dijk. Ja. Die Kwik 28 was toch ook altijd... Guido Bastiaans. Die Hans Nijland. Ja, ja. Paul luistert niet. Ja, maar ik kan dat elftal nog wel opnoemen. Want dat was ook een topteam. En ik zat toen in die periode ook in bij de topamateurs. Ja. Dus dan weet je die elftal allemaal nog te noemen, Gerard. Nee, nee, en we speelden trouwens met AAC de bekerfinale. Ik bedoel, Ovios. Ovios. Op de dag van de vuurwerkramp. Ja. Juist. Ik bedoel te zeggen... Nooit, ze toch wel een beetje weggezakt zijn. Derde klas nu. En dat was mooi, want je hebt eigenlijk mijn poging. Het was mooi, het was bij Ovios Oldenbroek en die voorzitter die is helaas overleden. Een week daarvoor speelde Excelsior tegen SVZW. En bij Excelsior was de trainer Michel Jansen, Wim Adolsen, trainer bij SVZW. Die had nog een punt nodig. Schande van Rijssen was het, want ze hebben 40 minuten lang die bal rondgetikt. Excelsior had aan een punt genoeg om kampioen te worden. Hadden ze een scheidsrechter Jansen, die moet je ook kennen uit het zaterdagvoetbal. Ja, ook een dramatische scheidsrechter, die kennen ze ook nog bij VSCO en bij Sparta Enschede, Rick. Absoluut. Hè? Ja. Want jullie hebben ooit een wedstrijd gewonnen dankzij 3 strafschoppen. Absoluut. Ja, ja. Dat was diezelfde scheidsrechter. Ja, en ik was zondag bij TVC. Tegen was een goede scheidsrechter, maar MASV uit Arnhem. TVC Florum. Ja, die zijn nog niet binnen. Die moeten zondag tegen Pelikaan. Nou, dat zullen ze dan denk ik wel winnen. Ik denk dat ze dan wel voldoende punten hebben. Ook kijken naar het programma. En als je naar de stand kijkt van nu, dan is Pelikaan en Bikwik 1887. Die gaan er dan misschien af en dan... Zou het goed zijn dat Buitenpost en Longa 30 op de plaatsen blijven staan voor een na-competitie? Ja, al die ploegen moeten nog tegen elkaar, Paul. Ja. En Bikwik speelt dus nog tegen Heino. Die speelt ook nog thuis tegen Pelikaan S. Dat zijn allebei clubs uit Groningen. Wat denk jij dan? Dus ik denk dat Bikwik nog wel eens kan stijgen. En dat Longa en Buitenpost zich ook nog wel zorgen moeten gaan maken. Die moeten zaterdag die tegen elkaar, hè? Ja. Buitenpost, Longa. Longa moet nog naar AZ, dus al die clubs spelen tegen elkaar. Ja. Heino nog tegen TVC. En Longa moet ook nog en die moet nog tegen VVOG ook Longa. Die heeft een spannende weken. En TVC speelt tegen Pelikaan en Heino en Buitenpost. Dus allemaal directe. Maar Paul, MASV, is dat niet de club van Beukering? Of hebben we het Dennis van Beukering. Dennis van Beukering is erin. Ja. Ja. Okay. Die speelde in Rijssen best wel aardig voetbal. Jullie hadden wel met 15-5 kunnen winnen, maar die bleven wel voetballen. Ja, dat heeft hun er wel. Ja. Die stond een flamboyante voorzitter, heb ik gehoord. Wie? Dat MASV. In het verleden. Die heeft die ploeg in 7 jaar tijd van de 5e klasse naar de 4e klasse gebracht. Kostte patiënt met René Ockwart. Het was een volkszanger die dat heeft gedaan. En een professioneel pokeraar. En hij heet Eef Kasteel. Die heeft de club de power gegeven. Ze zijn ook eens een keer bij Bomboys voor een bekerwedstrijd in Haaksbergen geweest. Ze hebben het er nog over. Ja? Bij Bomboys dan, hè? Ja. Wij hebben het ook destijds verloren. Wij de kwartfinale daar. Zo. Ja. Nee, maar die Jansen, daar hadden we het over. Die scheidsrechter, die liet die wedstrijd gewoon een half uur te laat beginnen, joh. Schande. Okay. 20 jaar geleden. Zo'n heel rondje doen, Ben. Ja, we doen even een rondje. Maar we gaan even naar Rick Ardèche. En Rick was speler bij Sparta Enschede. Die heeft Jansen ook vaak gehad. Dus daar... Ja, zeker. Nee, en 25 jaar langs de velden. Nee, ik heb nooit... Nee, ik fluit zondag een wedstrijd. Oh. Ben je altijd zo rustig bij aan mijn kant? Bomboys fluit ik trouwens. Bomboys 7. Toch, meneer? Komende zondag. Zaterdag? Hoe laat, Bert? Kijk. Ja. Ik ga kijken. Ja. Hey. Komende zondag. Afscheid van Daan Akkerman, jongens. 44 jaar. Dat was topscorer ook bij Sparta. En onder toeziend oog... Laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Onder toeziend oog van vele oudspelers, trainers en Freddy Nijhoff. Was er een mooie bloemen en mooie woorden van de voorzitter Bakker. Terecht ook voor Daan Akkerman. En daarmee niet begon de wedstrijd. Ja, inderdaad. Wat een sportman is dat, zeg. Prachtig. En is nog topfit ook. 42. Dus, 44. 44? Dat is wel knap. Ja. Echt fantastisch. Ja, geweldig. Superkerel. Geweldig. Ja, geweldige jongen om mee te werken. Ja, ik heb daar ooit rechtsbech gezet bij Glanenbrug. Daar was je niet zo blij mee trouwens. Dat tezijde. Ja, nou ja, Sparta SVZW was een prachtig affiche en was ook een leuke wedstrijd om te kijken. De keeper Julian Bakker van SVZW was een ware sta in de weg. En die heeft echt stekende ballen eruit gehouden. Maar die halen wel na competitie, of niet? Ja, het wordt nog wel kritiek, want Winterswijk is ook nog in de race. Dat zullen we wel moeten, denk ik. Dus, ja, ik hoop het. Ik hoop het voor bij de club. Ja. Toch? Ja, en Sparta is eigenlijk ook nog niet veilig, hè? Officieel. Oh. Ja, officieel nog niet. Want door die versterkte regeling, waar Jos het ook al, dan weet je ook wel van dat je wel telkens scherp moet zijn. Veel volk?
Ja, het was, was goed druk. Veel trainers ook. Dus Mark Wijnreden was de Rob Bakker van Delden. Dus echt leuk om Peter Schulte, Leo de Boer, nou ja, alle mensen eigenlijk. Alle corriveeën van ja. Toen. Peter zit in het TC, hè? Ja, klopt. Roelvene was er ook, die zit ook in het TC. Ja, en Geek Hoortkamp. Ja, dus maar de wedstrijd was vlak voor rust. En was het Jesse Maskoel die vrij kon inkoppen uit een corner van Jurriaan Mannes. En direct na dus werd het 0-2 en daarmee was de wedstrijd eigenlijk al... Tom ter Hoog scoorde. Tom ter Hoog, ja, door een misverstand in de defensie en die strafte Tom ter Hoog heel goed af. Ja, van de HC af, hè? Ja, uitstekend. En Sparta bleef aandringen en toen maakte ook Lars Bult maakte de 1-2. Nou, toen dacht je van, nou komt er misschien nog een 2-2. Maar toen kwam Frank Smit, die op de bank zat. Ongelooflijk dat hij... maar dat zo'n speler op de bank zit, jongens. Ik vind dat echt heel wonderlijk, hoor. Die gaat toch weer weg, hè? Die gaat naar Deto. Ja, fantastisch. Nou. Maar ook wat een dreiging ging daar ook vanaf. En vanuit van oorsprong, hè? Die schopt de bal dan ook weer in de touw en die maakte 3-1. En daarmee kwam er alles in eind. Maar je moet ook beginnen en ook eindigen. Ja. Als trainer. Heel knap. Ja, maar mooi pad. Kweek was van... Nee. En te vooruit, man. Hebben ze eigenlijk kweek dan weer, SSW. Maar goed. De broer van Ron Spit is dat. Gerard, jij bent gisteren in mijn competitie geweest. In eerste instantie was ik van plan om naar Lichtenvoorde te togen. Om daar de wedstrijd Longe 30 tegen Heino te zien. Longe 30, een oude club van me. En Heino is een club uit de provincie Overijssel. Maar ik heb mij bedacht. Ik ben uiteindelijk naar VV Haaksbergen. Tegen Sportclub Neden. Neden is dan wel niet een club uit onze provincie. Maar ik heb wat mensen gesproken. Ik ken heel wat mensen uit Neden. En niemand uitgezonderd luisterde ze naar onze podcast. Dus ik kan daar ook met recht iets over zeggen. Het was een wedstrijd uit de kelderklasse, zoals ze dat dan noemen. De laatste tijd... Ja, maar zo heet dat. Nee. Ik maak daar zelf deel van uit. En ik kijk ook een beetje door een bril van een vijfde klasser. Ja, nee, maar ik heb een zeer onderhoudende wedstrijd gezien. Ook voor vijfde klasse niveau begrippen. Was zeer onderhoudend. Hele intensieve wedstrijd. Natuurlijk gaat er wat fout. Er ging heel veel fout. Er gingen ook een paar dingen heel goed. Ik heb een paar hele leuke aanvallen gezien. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 1-1. Waarbij de aantekening moet worden gemaakt dat Sportclub Neden... Die stonden op 3 punten achterstand van Rekken, de koploper. Na gisteren overigens 5 punten, dus ze zijn gezien. VV Haaksbergen had nog bij een overwinning nog mee kunnen doen om een vervangende periode. Of voor de derde periode, maar dat gaat hem dus niet. Tweede periode gaat hem bijna niet worden. Bij VV Haaksbergen heb ik mijn Twentse voetbalroots liggen. Het is altijd heel prettig om daar weer terug te komen. Alsof de tijd daar heeft stilgestaan. Ik heb een zeer onderhoudende zondagmiddag gehad. Ik heb na die tijd ook nog een biertje gedronken met een aantal coryfeeën uit de tijd dat ik daar nog speelde. Kortom, zeer onderhouden. Paul, jij wil wat vragen. Mooie grasmaat. Nou, de grasmaat die hebben ze helemaal vernieuwd. Die zag er goed uit. Het gras was alleen wat lang. Maar ik denk dat ik zonder overdrijven mag zeggen. Ik heb zowel in het noorden als in het oosten heel veel sportvelden, heel veel sportaccommodaties, sportcomplexen meegemaakt. Met recht mag ik zeggen dat de ligging van het hoofdveld van VV Haaksbergen het mooiste is waar ik ooit ben geweest. Dat klopt. Dat ben ik met je eens. Wordt wel knippen, denk ik nou, hè? Hoezo? Paul, je hebt nog wat. Nee, ik doe niet meer. Wat had je nog dan? Ik ben helemaal klaar mee. Nou. Wat had je nog dan? Nou, ik wil Jos succes wensen. En ik vind het hartstikke mooi hoe je presenteert en hoe je over voetbal denkt. Want ik heb Jos bij Sportclub altijd met Eddy Pasveer zien trainen. Dat was een mooie tijd, hè? Absoluut. Absoluut, hele mooie tijd. Goeie keeperstrainer was het ook. Ik weet nog dat ik 15 jaar was dat ik ooit voor het eerst bij een eerste elftal mocht komen. En dat was de grote Paul Krabbe hoofdtrainer. Nou ja, zo groot is hij toch niet. Hallo Jos. Nee, maar... Ik ga hem even wat groter maken anders. En die Pasveer is echt een goede kerel. Ja. Prachtige kerel. Ja. Weet je dat ik die erg lang ken? Ik denk wel meer dan 50 jaar. Mooi, hè? Ja. Ik heb mijn trachten nog tegen Eddy mogen spelen. Ja. Maar dat je hem nog de vraag niet hebt gesteld aan Jos, van of hij nog 2 of 3 keer gaat trainen bij Roda Raalte. Hij traint 3 keer in de week bij Roda Raalte. Ja? En hij gaat het opvoeren. Heeft hij al verteld? Dat is het nadeel. Als je van 2 keer naar een club ingaat die 2 keer in de week traint en je bent zelf trainer die intensiever 3 keer in de week wil trainen. Ik zeg niet dat Laurens minder intensief traint, integendeel. Maar
Je kunt het beter verdelen. We gaan het in het begin niet doen. Nee, nee, we gaan twee keer in de week trainen. Dus ik wil nog wel. Mag ik nog heel terugkomen op het begin? Voor mijzelf was het natuurlijk mooi geweest als ze afgelopen zaterdag al kampioen waren geworden. Ik naar die hele uitspraak over dat ik blij was dat we niet kampioen waren geworden. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Maar voor de hele vereniging is thuis en geen doorherdenking natuurlijk daarbij een heel stuk mooier. Daarnaast wil ik jullie danken dat ik mocht komen. Er wordt altijd heel veel geluld over mensen in praatprogramma's. Ik ben blij dat ik nou een keer onderdeel mocht zijn van dit praatprogramma. En daarnaast een advies. Misschien een keer leuk om een... Jullie hebben een extra podcast destijds gedaan over de PFA. En dat was een beladen uitzending natuurlijk. Omdat dat in het voetballandschap ontzettend veel reuring geeft. Misschien is het ook een keer leuk om voetbal inhoudelijk met vier verschillende hoofdtrainers te gaan zitten. Bijvoorbeeld met Daniel Nijhoff, Matthijs Blijham, Laurens Knippenborg. En dan kom ik zelf ook nog een keertje langs. En dan kunnen we voetbal aanhoudelijk nog wat meer gaan kletsen. Dat doen we bij een club, denk ik. Dat lijkt me wel een keer leuk. Ik vind het mooi. Zullen we dat organiseren bij Roda Raalte? Dat is goed. Overigens, Jaap was er zaterdag bij Bikwik. Ja, gaat zijn zoon... Hij zegt van, jongens, amateurpotje, ik kom langs, maar Bert moet wel bellen. Dus Bert. Ik ga wel bellen met Jaap. Dat weet ik. Dat zei hij wel. Ja. Gaat zijn zoon naar... Beide zoons gaan naar Doska. Niet meer dan normaal. Jos, dank dat je er was. Rick, dankjewel. Paul. Het was weer een bewogen podcast. Geweldig. Gerard, Bert, weet je. Dankjewel, jongen. Dankjewel. De Amateurvoetbal Podcast.